Alright gasten, dit is hem dan. Dit is de allereerste video van de Vista Day voor Fauna. Nummer 1. Bewaar deze goed, want deze wordt later geld waard. In deze film wil ik het met jullie hebben over mini-poppetjes. Zometeen gaat het seizoen weer open. En een van de leukste visserijen die je dan kan doen is het vissen met hele kleine poppetjes. Dus je hebt poppers en je poppers en je poppers en je poppetjes. Nou, die hele kleine poppetjes, daar gaan we het vandaag over hebben. Waarom dan die hele kleine poppetjes? Nou, twee redenen. 1. De vis is nu helemaal gefixeerd op speldaas. Dus die rovers die zijn echt geobsedeerd door het kleine spul. Dus ja, daar zit je goed. En ten tweede, hele kleine poppetjes vangen ook wat kleinere vissen. En van kleinere vissen zitten er meer dan grotere vissen. Dus je kan meer oefenen op die aanbeten en hoe je dat moet vissen. En je hebt gewoon meer spektakel. Ik heb gewoon avonden dat ik de hele avond met dit soort poppetjes vis. Dan vang ik 20 baarsjes van 20 centimeter en ik heb een topavond. Het hoeft niet altijd groot te zijn, het hoeft niet altijd heel veel te zijn. Maar dit is gewoon heel leuk om te doen. Dus ik zou iedereen adviseren, als straks het seizoen weer begint, zorg dat je een paar van deze poppetjes hebt. Nou, waar kijken we dan naar? Want we staan hier in een hele grote zaak met ongelooflijk veel kunststaas. En die poppers die zijn goed verstopt. Maar ik heb voor jullie een mooie selectie gemaakt. En ik ga dat eventjes... Sorry, ik moet even lachen om Willy, want Willy zit echt heel scheef naar zijn beeld achter de camera te kijken. Zien jullie niet? Ik wel. Je wil niet weten waar ik mee te stellen heb. Maar goed. We gaan weer terug naar de poppers. Ik heb hier een selectie gemaakt en die ga ik met jullie doornemen. En ik neem het door van de wat goedkopere aasjes tot de high-end duurdere aasjes. Nou, je zou zeggen, een popper is een popper. Daar kan toch niks fout aan gaan, want die drijft en er zit weinig actie in. Nou, daar zit wel wat verschil in. Weet je, de goedkopere... als je duurdere poppers gaat, laat ik het zo zeggen, hoe duurder het wordt, hoe beter ze uitgebalanceerd zijn, hoe mooier ze in het water liggen, hoe dieper ze... of hoe beter ze werpen en dus hoe makkelijker ze vissen. En vaak zien ze er ook nog net even een stukje mooier uit. Dus dat is wat je koopt als je duurdere popper hebt. Niet gezegd dat een goedkope het niet doet. Want eerlijk is eerlijk, bij poppers kan je niet zo heel erg veel fout doen. Dus een beetje twee kanten. Nou, de eerste die ik hier heb is van Spro. Dit is gewoon een poppertje wat onder de 10 euro ligt. Goed te betalen. Recht toe recht aan ding. Niks mis mee. Ik vind hem alleen een tikkie aan de grote kant. Maar ga je voor wat grotere baarzen en roofblijen, is dit je ticket. Zou je eigenlijk altijd in je doos moeten hebben, zo'n poppetje. De volgende die ik gevonden heb, en hier moest je hard naar zoeken, want deze ligt niet bij het kunstaas, maar bij het zeekunstaas. Je verzint het niet. Maar, Savage Gear poppetje. Heel klein dingetje, leuke diep details erop. Mooi dinkie, minder dan 10 euro. Ik zeg, goeienambel. Gaan we naar de volgende en komen we bij een klassieker. Dit is de Rapala, de skitterpop. Het ding is al heel oud, mooi balsa poppetje, popt goed, vist mooi. Is alleen een tikje aan de lichte kant. Op een winderige dag kan je in de problemen komen. Maar ik heb hem altijd bij me. Dit is trouwens een plugje wat net boven een tientje zit. 11, 12 euro zit je gewoon goed. Hetzelfde geldt voor deze, ook voor een Rapala. Tikkie kleiner, ligt een tikje dieper in het water. Vist goed, gooit goed, vangt goed. Voor mij een van mijn persoonlijke favorieten. En als je nou zegt, mag je er eentje kiezen, heb je hier het meeste waar voor je geld. Deze zou ik altijd meenemen. En het is de Ultralight Pop van Rapala. Nou, wil je nou wat fanciers en wat chiquers? Want ja, het mooiste, kijk, kunstaas vangt natuurlijk vis. Maar goed kunstaas vangt ook vissers. Nou, dat is voor mij niet anders. Ja, als het glimt en als het er mooi uitziet, dan wil ik het hebben. Dus ga je wat mooiere poppers aan, dan kan je bijvoorbeeld kijken naar deze van Ilex Chubby Pop. Dit is een van de allerkleinste poppertjes die ik kan vinden. Dit ding is echt net 3 centimeter. Maakt een hoop kabaal voor zijn vorm. En doet het gewoon heel erg goed. En het leuke is, als je hier kijkt, dan pak ik hem even uit de verpakking, dan zit er zo'n veertje aan. Dat zie je wel vaker bij poppetjes. Nou, waarom zit dat veertje eraan? Twee redenen. A, het zorgt voor stabiliteit als je hem door het water trekt. En het houdt je haak mooi omhoog. En als die haak wat stabieler en wat horizontaler in het water ligt, zou dat de hakingskans verbeteren. Moeilijk woord, hakingskans. Ander voordeel daarvan is, dit veertje wordt gezien als een trigger point voor die vis. Dus die vis die richt zich echt op het achterste deel van die popper en wordt daardoor beter gehaakt. Dus plugje geloof, 7, 18 euro, is die van jou.
Nou, wil je nou echt gewoon eens even flink uitpakken en vindt dat je dat verdiend hebt, dan heb ik hier twee hele mooie poppertjes. De eerste is van Duo, dat is de Poco Poco. En de andere is van Tackle House uit Japan, de Shore. Ik moet altijd even kijken, ik weet het ook niet hoor. De Shores heet dat, denk ik. Nou, beide plugjes zitten net even boven de 20 euro. Maar ze zijn super mooi uitgebalanceerd. Ik heb ze hier allebei, ik zal ze er gewoon even bij pakken. Ze zijn super mooi uitgebalanceerd. Ze gooien achterlijk ver voor hun grootte. Achterlijk scherpe haken, mooie details. En ze maken een ongelooflijke hoeveelheid herrie en vangen daardoor echt goed. Dus wil je een keer echt een cadeautje doen, dan ga je voor iets high-ends. En wat het ook is, van al het kunstnaas wat je zo'n beetje gooit, is het poppen iets waar je het minste risico hebt op verspilling. Dus weet je, dan kan je ook eens zeggen, ik neem gewoon die duurdere, want ik verspeel ze toch niet. En ik vis er lekker een zomerseizoen mee. En dat is het eigenlijk. Klein tipje nog voor als je gaat vissen, als je die poppetjes vist, dan sla niet aan. Vis gewoon door en je ziet iets gebeuren, vis door tot je weerstand voelt, zet dan die haak, dan moet het goed komen. Dus ik zou zeggen, neem er gewoon een paar van mee. Zorg dat je er altijd één of twee bij je hebt. Zie je actie aan de waterkant, gooi er een popper op. Want weet wel, elke vis die je op een popper vangt, die telt voor twee. Veel succes!